Laten we beginnen. We gaan allereerst een lus op de naald maken. Zo. Hier hebben we één lus. Die trek ik even goed aan dat die vast zit. Dan gaan we eerst beginnen met drie losse op te haken. 1, 2 en nummer 3. We slijden draad om de naald en nu gaan we het tweede stokje naast deze drie lussen maken. Die drie lussen tellen als je eerste stokje. Dan ga je dus om de draad om de naald slaan en ga je terug naar de eerste steek. Dus niet die je aangetrokken hebt, maar die daarna. En dan steek je naald onder twee lussen door. Hier, twee lussen. Draad om de naald, haal op. Zorg dat je hem losjes houdt. Draad om de naald, eerst door één lus. Draad om de naald, door twee lussen. Draad om de naald, door twee lussen. Nu heb je twee stokjes bovenop elkaar gemaakt. Nog een keer, draad om de naald. Terug naar die eerste lus die je door hebt gehaald. Onder twee draden door, draad om de naald. Lus doorhalen, losjes houden. Dit is dan dus ook de lus waar je straks onderdoor gaat. Draad om de naald, door één lus. Draad om de naald, door twee lussen. Draad om de naald, door twee lussen. Nu heb ik drie stokjes bovenop elkaar. Zorg ervoor dat je lekker losjes haakt. Het zal je straks het werk zelf wel weer aantrekken. Dit is nummer 4. Ik zal het nog één keer laten zien. Dus draad om de naald. Dan ga je terug naar die eerste steek die je gehaakt hebt. Onder twee lussen door. Hier twee lusjes. Draad om de naald. Doorhalen. Losjes laten deze steek. Draad om de naald door één lus. Draad om de naald door twee lussen. Draad om de naald door twee lussen. Nou, zo ga je dus je stokjes haken. In eerste instantie haak je dus 10 stokjes plus 1. Dan heb je die ene alvast gehad. Hoef je daar niet meer aan te denken. Ik zal zo eens even kijken hoeveel stokjes ik nu al heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus nummer 8. Nummer 9. Ik even mijn garen pakken. 9. 10 plus die ene extra, dan hebben we die alvast gehad. Dat is nummer 11. Nu ga ik de kabelmotieven maken, dus 11 voor een kabelmotief. 11 plus nog eens 10 erbij voor die laatste 10 van het voor- of achterpand. Je moet dus twee keer hetzelfde maatje maken, hou daar rekening mee. Dus twee keer hetzelfde voorpand of het achterpand. 1 is 2, 3, 4, goed. Ik heb nu een ketting van 10 plus 1 is 11. 11 voor het kabelmotief plus nog eens 10 stokjes gehaakt. Nu gaan we beginnen met het herhaalpatroon. Wat ik altijd doe is 1 losse haken en werk draaien. In die eerste steek maak ik gelijk mijn eerste halve stokje. Dat is de eerste. Plus nog 9 erbij. Dus zijn 10 halve stokjes op een rij. 2. 3. 4. Nu gaan we de basis leggen van het kabelmotief. Dus we hebben eerst een relief stokje voor. Dan 2 halve stokjes erna. En dan 6 relief stokjes voor. En dan 2 halve stokjes erna. 1 relief stokje voor en zo ga je door. Dus we hebben nu dus 10 halve stokjes gemaakt, dan gaan we nu een relief stokje voor maken. Hoe doe je dat? Nou, je slaat je draad om de naald en dan ga je tussen deze twee steken in van voor naar achter steken om het stokje heen wat je al het basis hebt opgehaakt naar voren. Draad om de naald, achter dat stokje doorhalen, dan heb je 3 lussen. Draad om de naald, door 2 lussen, draad om de naald, door 2 lussen. Nu heb je een relief stokje voor. Dan, in de eerste twee steken daarna maak je eerst een half stokje. Dus 2 halve stokjes daarna. En nu gaan we 6 halve stokjes maken voor het kabelmotief. Dus in elk stokje wat je nu tegenkomt, ga je een relief stokje voor maken. Draad om de naald. Dan ga je tussen die twee stokjes door, langs het stokje, terug naar voren. Draad om de naald. Ophalen, 3 lussen om de naald.
draad op de naald, door twee lussen en nog een keer door twee lussen. Die gaan we nog een keer doen, stop volgende stokje, dus van voor naar achter, om het stokje heen, terug naar voren, draad om de naald, ophalen, draad om de naald, door twee lussen, draad om de naald, door twee lussen. Dat is het tweede reliëfstokje. Dan gaan we naar de derde. Weer van voor naar achter en van achter terug naar voren om het stokje heen. Draad op de naald. Ophalen. Draad op de naald. Door twee. En door twee. Nou, we moeten nog drie stuks doen. Dus nummer 4. Nummer 5. En nummer 6. Nu hebben we 6 reliëfstokjes voor en hier eentje en ertussenin 2 halve stokjes. Daarna willen we ook weer 2 halve stokjes. Dus in de eerstvolgende 2 steken maak je ieders 1 half stokje. Dat is de eerste en dat is de tweede. In de volgende maak je weer een reliëfstokje voor. En dan 10 reliëfstokjes, 10 halve stokjes op een rij. 1. En hier is die 3 lossen waarmee je gestart bent. Dan pak je de derde lus vanaf het begin en haar steek je naald onder 2 lussen door. Draad om de naald en half stokje maken. Ik maak alvast een losse en laat jullie zien wat te doen. Ik ben dus begonnen met 10 halve stokjes. 1 reliëfstokje voor, 2 halve stokjes. En nou, vanaf het reliëfstokje voor de eerste is het herhaling. Dus je gaat 2 halve stokjes, 6 reliëfstokjes voor, 2 halve stokjes, 1 reliëfstokje voor. Dit stuk blijf je herhalen. Nu heb ik al de lossen gemaakt, dus ik draai mijn werk. En direct bovenop de eerste halve stok maak ik mijn eerste halve stok. Zo krijg je een mooie lijn straks hier en geen gaatjes. Plus nog 9 erbij, dat zijn in totaal 10 halve stokjes. En 10. En nou voel je als het goed is hier een bobbel zitten. Nou, dat is in de vorige toer je reliëfstokje voor geweest en dan ga je nu een reliëfstokje achter maken. Dus draad om de naald, ga je tussen het reliëfstokje en je halve stok van de vorige toer door naar voren steken en om het reliëfstokje heen terug naar achter. Dan heb je het reliëfstokje om je haaknaald zitten. Draad om de naald, kop van de naald naar je toe laten kijken en het draadje er langs halen. 3 lussen op de naald, draad om de naald. Door 2 lussen, draad om de naald, door 2 lussen. Nu heb je een reliëfstokje achtergemaakt. In de volgende 2 steken, let op, dus niet hier, want dit is van je reliëfstokje, die 2 steken daarna, maak je ieders een half stokje. 1 en nummer 2. Nu zijn we hier aangekomen bij de 6 reliëfstokjes, die je daar als een reliëfstokje voor hebt gehaakt. Dat zie je doordat hier een balk naar voren komt. Dan weet je, oké, daar ben ik. Maar vaak voel je het ook in het haakwerk aan de achterkant. Nu gaan we 6 reliëfstokjes achter maken. Dus hetzelfde principe als die ene die je net hebt gemaakt. Dus draad om de naald. Van achter naar voor en van voor terug naar achter om het stokje heen. Draad oppakken, ophalen. Draad om de naald, door 2. Draad om de naald, door 2. Ik zal het nog een keer doen. Draad om de naald. Van voor naar achter, achter naar voren, sorry. En van voor weer terug naar achter. Dan heb je het stokje op je haaknaald. Draad om de naald. Draad er langs halen. Draad om de naald door 2. Draad om de naald door 2. Nog een keertje. Draad om de naald. Van voor naar achter naar voor. En van voor naar achter om het stokje heen. Dan hangt hij weer op je haaknaald. Draad om de naald. De onderdoor naar achter halen. Draad om de naald door 2. Draad om de naald, door 2. Nou, dit doe je dus 6 keer in totaal. Dan heb je al je 6 reliëfstokjes me voorzien van een reliëfstokje achter. En nu weer 2 halve stokjes. 1 en nummer 2. Nu zijn we aangekomen bij het ene reliëfstokje. Dan ga je weer een reliëfstokje achter maken. Dus je draad om de naald naar voren naar achter naar voren en van voren weer naar achter. Draad oppakken. Lus doorhalen. Draad om de naald. Door 2. En door 2. Nu maak je 10 halve stokjes. 1. 2. En omdat je met een losse begint, is die keerlosse het laatste plekje waar je het halve stokje maakt. Hier is de keerlosse. Gaat om de naald. En halve stokje maken. 1 losse
en werk draaien. Nu zitten ze weer aan de goede kant van het werk. Nu zie je al dit een stuk naar voren gaan komen. Dit is nu dus het kabelmotief en dit zijn de twee afscheidingswandjes, zou je het kunnen noemen. We gaan nu de kabels, de 3x3 laten kruisen met elkaar. Sommigen van jullie hebben al eens kabels gebreid. Het heeft hetzelfde principe. Met breien haal je eerst de 3 steken eraf. Die leg je naar achter of naar voor. En dan ga je de volgende 3 eerst breien. En dan pak je de 3 weer terug op je naald. En dan werk je de andere 3 af. Haken is hetzelfde principe. We gaan het samen doen. Nu zijn we bij het enkele reststokje voor. Daar blijf je altijd een reststokje voor haken als je aan de goede kant bent. Als je aan de verkeerde kant van het werk bent, dus het rugband, maak je een reststokje achter. Nu, die 2 halve stokjes voordat we het kabelmotief gaan starten, daar maak je een half stokje bovenop. Dus 2 halve stokjes. En nu gaan we beginnen met het kabelmotief. Wat te doen? We gaan die eerste 3 steken overslaan. We gaan eerst de laatste 3 steken doen. Dus we gaan draad 2 keer om de naald slaan. Dan slaan we die 1, 2, 3 steken over. En in de 4e, 5e en 6e gaan we een reststokje voorhaken. Maar een dubbel reststokje voor. Dus je slaat draad 2 keer om de naald. Je gaat dan net als met een normaal reststokje om het stokje heen, draad om de naald, ophalen, draad om de naald en dan maak je een dubbel stokje. Dus haal je 1, 2, 3 keer door 2 lussen heen. Dan zie je dat die ander rechts gaat wijzen. Gaan we het nog een keer doen, maar dan de volgende. Dus 2 keer omslaan en in de 5e stok gaan we een dubbel reststokje voorhaken. Dus weer eromheen steken, draad ophalen en achterlangs halen. En nu weer 3 keer door 2 lussen halen. Die wijst nou ook naar rechts, dat is goed. Nog een keer 2 keer omslaan, dan gaan we naar het 6e stokje. Steken we achterlangs en halen de draad op. Draad om de naald en 3 keer door 2 lussen halen. Nu moeten wij die eerste 3 stokjes ook nog gaan haken. De eerste 3 reststokjes. Maar die gaat over deze 3 heen. Dus wat gaan we doen? We gaan 2 keer omslaan en we gaan naar de eerste reststok. En dan pas de tweede en dan pas de derde. Ik zal het je laten zien. 2 keer om de naald heen en dan ga je voor die 3 dubbele reststokjes voor langs. En dan pakken we deze. Soms helpt het om even met je vinger het stokje naar voren te duwen. Ga je er omheen, dan zie je dat die 3 meegaan, dat is goed. Steek je naald van rechts naar links onder het stokje door. Draad om de naald en wat ik dan meestal doe is mijn werk even zo pakken. Een beetje dubbel pakken. Draad om de naald, haal je hem op. En dan maak ik eerst mijn reliefstok, een dubbele reliefstok af. Dus 3 keer door 2 lussen. En dan trek ik hem recht. En dan zie je al dat die ene naar links gaat wijzen. Nu gaan we het volgende doen met de tweede dubbele reliefstok. Dus een reliefstokje voor. We gaan 2 keer omslaan. We gaan 2 keer omslaan. En dan gaan we naar de tweede reliefstok voor. En dan gaan we een dubbele reliefstokje voor maken. Dus wat doe ik weer? 2 keer omslaan. Nu ga ik van voor naar achter om die tweede reliefstok heen. Pak mijn werk weer dubbel. Dat werkt gewoon wat makkelijker. Draad ophalen achterlangs. En 3 keer door 2 lussen halen. 1, 2 en 3. Zorg dat je lekker losjes haakt. Dat maakt het veel mooier. Nou, we hadden 6 stokjes, dus hier is er nog 1. Het kan zijn dat die af en toe een beetje verborgen zit. Gaan we 2 keer om de naald slaan. En dan gaan we naar het derde reliefstokje voor. Dan steken we voorlangs. Ophalen en 3 keer door 2 lussen halen. 1, 2 en nummer 3. En als je nu kijkt, zie je dat hij over elkaar heen gaat. Nu gaan wij die 2 halve stokjes maken daarnaast. En dan is jouw kabel vast. Dan kan die kruising nergens meer heen gaan. Als ik hier nu mijn vinger onderdoor zou steken, dan zie je dat die linksaf is gegaan en die achter is rechtsaf gegaan. 2 halve stokjes voor gedaan en nu 2 halve stokjes gewoon gedaan en nu een reliefstokje voor. Een gewoon reliefstokje. Alleen als je gaat kruisen, dus de kruising in het kabelmotief maakt, dan maak je een dubbel reliefstokje. Anders zijn het een normale reliefstokjes. Of het nou een voorstokje is of een achterstokje, maakt niet uit. Alleen bij een kruising gebruik je een dubbel reliefstokje. Anders kan het werk nooit kruisen, dan wordt het één grote prop.
Dit stuk blijf je dus herhalen, dus twee keer een half stokje. Eerste drie steken overslaan, drie dubbele reef stokjes voor. En dan ga je terug naar de eerste drie. En dan ga je daar ook een drie keer een dubbel reef stokje voor maken. Twee halve stokjes en een reef stokje voor. Toer van de verkeerde kant. Ik ga je laten zien waarop te letten, want op zich is het niet moeilijk, maar je moet het even zien waar jij je stokje moet gaan plaatsen met, als je een kruising hebt gemaakt. We gaan allereerst beginnen weer met 10 halve stokjes. Ik zal even een beetje vaart maken, dat we bij de kabelmotief aankomen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We zijn in een rugband, dus een rugband maken we alleen maar reef stokjes achter en niet voor. Hier het eerste stokje maak je een reef stokje achter. Zoals ik niet in de voorgaande toer mijn toer daarvoor heb laten zien. Dan maken we twee halve stokjes. 1. En hier is de tweede. Die zal een beetje zweven. Dat is je tweede steek. Daar moet je een half stokje in maken. En nu is de truc om te zien welk stokje we het eerste moeten hebben voor het reststokje. Als je goed kijkt, zie je hier 1, 2, 3 lussen, 1, 2, 3 lussen. Dat is ook tevens de volgorde die je gaat aanhouden. Want we gaan eerst deze drie stokjes haken en daarna pas die drie stokjes die erachter liggen. Dus als je die lijn blijft volgen, weet je precies welk stokje je als eerste moet maken. Dat is het trucje van een kabel haken. We gaan alleen maar reliefstokjes achterhaken. Dus wat doen we? Ik zie hier de eerste lus. Je kan ook het werk draaien en dan zie je de drie steken. Dan zie je het eerste stokje. Daar ga je omheen en maak het eerste reliefstokje achter. Dus een gewoon normaal reliefstokje. En dan is hier de tweede stok. Deze. Hier. Daar gaan we de tweede reliefstok achter haken. En hier is mijn derde. Daar ga ik de derde reliefstok achter omheen haken. Dan heb ik die eerste drie lussen gehad en dan heb ik hier nog drie lussen over. Nou, dan zie je eigenlijk hier al die drie reliefstokjes zichtbaar. Die gaan we de eerste gewoon eens vastpakken. Dat is vaak makkelijker. Even voor naar achter en van achter naar voor om het stokje heen. Daar maak je een reliefstokje in. En hier is mijn tweede. Soms moet je ze een beetje helpen met je vingers om naar voren toe te wijzen, zodat je ze kan zien. En hier is de derde. Dan hebben we de zes reliefstokjes gehad. En dan hebben we twee halve stokjes. 1, 2. Hier hebben we die enkele reliefstok. Daar maak je weer een reliefstokje achter. En nu zie je eigenlijk dat je kruising verlengd is geworden. Nu gaan we de volgende toer haken als de eerste toer. En de toer daarna als de tweede toer. Dus 10 halve stokjes, 1 reliefstokje voor. 2 halve stokjes, 6 reliefstokjes voor. 2 halve stokjes, 1 reliefstokje voor. En dan 10 halve stokjes. Dus dat is een herhaling. 1 reliefstokje voor. En nu komt je herhaling voor de kabels. 2 halve stokjes. 1, 2. En nu de reliefstokjes. Dus de eerste drie zijn hier. Daar maak je een gewoon reliefstokje voor in. 1, 2 en nummer 3. En de volgende 3. 1, 2. En nummer 3. Ja. 2 halve stokjes. 1. En nummer 2. En 1 reliefstokje voor. Dat is je herhaling voor het kabelmotief. Nu heb je het kabelmotief nog wat meer verlengd. Hier. En nu de terugtoer, dus de rugtoer.
zijn nu dus aan het rugpand, dus we doen alleen maar rewiastokjes achter. Daar kan je het eigenlijk aan onthouden. Ben je aan het voorpandje, maak je alle rewiastokjes voor. Nou, we hebben de 10 halve stokjes gemaakt plus 1 rewiastokje achter. En nu ga je weer het herhaalpatroon herhalen aan het aantal kabelmotieven wat jij hebt. Dus 2 halve stokjes, 6 rewiastokjes achter. Nou zijn de steken zich wat makkelijker gezet, dus dan kan je ze makkelijker insteken, hoef je niet meer zo te zoeken. Ook hierin weer de lijn volgen van de losse, dus de steken die hier bovenop zit. Dan zie je altijd dat je aan de goede kant bent. En anders draai je gewoon het werk om, dan weet je van, oh, hier is mijn volgende steek en dan steek ik hem in. De naald. Zo. Plus 2 halve stokjes. 1. En nummer 2. 1 relief stokje achter. En dit is je herhaalmotief voor het aantal kabels wat je hebt. En nu hebben we de 2 toeren gedaan. Nu kom je weer op het toer uit van de kruising. Dus je gaat eerst de laatste 3 van de 6 haak je met een dubbel relief stokje voor. En dan rij je terug naar de eerste, de tweede en de derde. En haak je daar een relief stokje voor in. Een dubbel relief stokje voor in. 2 halve stokjes en een relief stokje voor. Dit is je herhaling door het hele patroon heen. Dus dit blijf je herhalen totdat je lengte bereikt hebt. Hier maak je dus 2 stuks van. 2 panden. Voor en achter. En als je dat gedaan hebt, gaan we het in elkaar zetten en gaan we starten met de mouwen.